Goedemorgen, hoi. Goedemorgen, hoi, ik ben Rijn. Ik ben Jan. En ik mag met jou mee naar de Muggle Quidditch. Ja. Toch? Ik heb het heel erg veel gerepeteerd. Ik vind het zo'n moeilijk woord. Helemaal goed. Maar het betekent in het Nederlands? Dreuzelswerkbal, als je naar de Nederlandse vertaling van de boeken kijkt. Maar jij neemt nou geen bezem mee? Nee, die liggen in principe gewoon al daar. Ja? Ja. En het zijn ook niet van die bezems zoals jij hebt. Nee? Het zijn in principe gewoon PVC-buizen. PVC-buizen? Ja, het is makkelijker en het is goedkoper en veiliger, dus... Oké. En het werkt net zo goed. Ik had me verheugd op echte bezems. Nee, helaas. Dat is niet vol te houden. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn dit de doeltjes, de befaamde doeltjes? Een gedeelte van. Hoe heten ze officieel, die dingetjes? Wij noemen ze hoeps. Hoeps? Ja. En daar moet de zwenkbal doorheen. De kwaffel moet daar doorheen. De kwaffel. Maar dit is dan een bal waar het mee gespeeld wordt? Ja, dat is een bludger, waar mensen mee worden afgegooid. Een soort van trefbal is een, dat. Een bludger? Ja. Een bludger. Oh, these are the brooms. Yes, exactly. Rijn, kun je me het spel even uitleggen? Want dit zijn een soort van doeltjes, denk ik. Ja, daar wordt doorheen gescoord. Ja? Met de kwaffel en die ligt er nog niet, helaas, maar is een volleybal. De kwaffel. De kwaffel, ja. En dan tegelijkertijd zijn er beaters en die hebben bludgers. Dat zijn die dodgeballs waarmee mensen af kan gooien. Oké. En als iemand afgegooid is, dan moet hij van zijn bezem af en terug naar de hoepel. En als hij de hoepel heeft aangetikt, mag hij pas weer terug met de bezem in het spel in. Op een gegeven moment komt ook de snitch op het veld. Pardon, hè? De snitch, de snij in principe. De snij uit de film, ja. Ja, dat is bij ons een persoon. Dus niet dat gouden balletje met... Nee, die konden we niet vinden, nee. Helaas. Maar hoe lossen jullie dat op? We hebben iemand in het geel gekleed. Die heeft dan een speciale shorts aan waaraan een bal hangt. Ja. Een tennisbal in een sok. Een tennisbal in een sok, ja. In principe. Dus er is nu een iets fancy versie van, maar in principe is dat het. Iedereen is ook heel aardig tegen elkaar, dat valt me wel op. Iedereen knuffelt elkaar. Ja. Wat is dat dan? Het is een hele kleine community. En het zijn allemaal een beetje dezelfde soort mensen. Het zijn allemaal een beetje... Je rent wel rond op een bezem. Ja? Dus het zijn allemaal mensen die zichzelf niet te serieus nemen. Iedereen probeert het samen te doen. Waarom doe jij eigenlijk aan deze sport mee? Iedereen wordt gewoon heel erg in zijn waarde gelaten. En ook de sfeer buiten de sport om is echt heel erg cool. Wat vind je Harry Potter leuk? Ja. Ja? Ja. Ik ben een redelijk hardcore fan. Maar... Inderdaad, als er iemand een fan is, dan is Nicky het wel. Ja? Like, ik ben ermee opgegroeid. Ik heb de verhalen van mijn ouders voorgelezen gekregen toen ik vanaf dat ik een jaar of 3, 4 ben. Ja. Dus het is gewoon zo'n groot deel van mijn leven eigenlijk. Friends warm up. Dus dus je vindt het echt cool dat je de sport van Harry Potter kan doen? Ja, dat is wel hoe het begonnen is. Zus. Rijn, waarom doen jullie eigenlijk de warming-up zonder bezem? Omdat we in principe niet nodig hebben. We zijn nu aan het overgooien. Het is gewoon dat je warm wordt. Ja. Iedereen weet intussen hoe je op een bezem moet zetten. Oké. Dus dat gaat wel goed zo. Yes. Can we do this? Yes! Can we do this? Yes! Can we do this? Yeah! Can we do this? Yeah! Hey, Nargle, you say bye! Nargle, bye! Nargle, bye! Nargle, bye! Rijn, ik heb het niet helemaal kunnen volgen, maar volgens mij hebben jullie verloren. Klopt. Met hoeveel? Nee. Of 90, 20 of 120. Oh, wat ging er fout? Wij speelden minder goed als hij. Heel simpel.